De krabbenstandhouders aan de Martin Luther Kingweg Highway, die hebben een bewijs gehad van het ministerie van Openbare Werken dat de stands die daar nagelvast gebouwd zijn, dat allemaal afgebroken dienen te worden. Men zal over moeten gaan om te verkopen onder parasols of tenten die dan gelijk ook afgebroken kunnen worden elke dag. De verkopers hebben ernstig bezwaren en dat gaven ze aan TBN Prime Alert. Welke bezwaren ze allemaal hebben en verzoeken de minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, dat om door de vingers te kijken om niet zulke harde maatregelen te treffen. TBN Prime Alert legde dit vandaag ook voor aan de minister, die gelijk heeft aangegeven dat men eens en altijd zal moeten houden aan wet en recht in het land. We hebben ze duidelijk aangegeven waarom er afgebroken dient te worden en men dient zich daaraan te houden. We voeren nu naar dit verslag waar u hoort de verschillende krabbenverkopers langs de Martin Luther Kingweg. Raj Mahango legde het volgend verslag vast. Meneer Manoj Kumar, is dat een probleem? Een probleem voor ons, moet spora attentie voor ons, ja, zo. En waardoor we een party tent of wat ik een opzetbare tent moest komen. En attentie is moest spora, alle de man moest spora de tent. En de opzetbare tent of de opklapbare tentjes moeten aangebracht worden. En wie heeft dat aan jullie gezegd? Het ministerie van OEI. Ze hebben ons papieren gegeven of meegedeeld dat wij het moeten doen binnen 3 dagen. En wanneer hebben jullie deze papieren gehad? Ik heb het vrijdag gehad, afgelopen vrijdag. Maandag ben ik gegaan. En maandag is het mij meegedeeld dat het 3 dagen is, gaat duren, dat je het moet weghalen. Die tent bedoel ik. En anderen moet opzetten, tenminste als je je beroep wil uitoefenen, ga je dat moeten doen. En heeft u dat al gedaan? Nee, ik heb het nog steeds niet gedaan, omdat ik met meerdere mensen ben en een verzoek wil doen met de minister tenminste en mijn excellentie, president Santoki, vice-president Brunswick. Wij vragen belief een verzoek om een samenbijeenkomst te vormen waardoor wij onze zegje ook kunnen doen. Dat is onze mening en wij hebben geen problemen om het weg te halen en een ander op te zetten. Maar bij mij gaat het erom, wij moeten samen een eenheid kunnen vormen en ergens een meeting kunnen doen waar wij onze zegje ook kunnen doen. Dat is niet onze probleem, maar onze verzoek. We hebben geen probleem met niets, maar het is een verzoek. Van wie hadden jullie toestemming om uit te breiden? Met de BO van Zuidwest. Ja. Hebben we toestemming gehad. En wanneer hebben jullie de toestemming gehad? Ik ben al 20 jaar hier met mijn beroep. Dus ik doe het al 20 jaar. Dat een paar die pas zijn gekomen, maar ik vind het wel zonde. Het wordt een toestemming of een verlenging behandeld. Mensen zetten tentjes op, geven uit. Niet een weinig geld, bedrag 5.000, 6.000 gelden. Geven mensen uit. Niet eens een week. Heeft die jongen verkocht, 3 dagen, 4 dagen pas heeft hij verkocht en nu moet hij die tent weghalen. Ik hetzelfde, ik ben al 20 jaar, ik heb geen probleem. Wij hebben geen probleem met niets, maar alleen dat er een meeting kon gedaan worden waarin wij onze zegje ook konden doen. Dat is alles wat wij willen. Ja, en mijn verzoek, extra verzoek bij de minister van OEI, Riyad Noor Mohammed, alsjeblieft. Kunnen wij ons eens een keer doen naar verzoek van iedereen. Niet namens mij alleen. Namens iedereen wordt er een verzoek gedaan. Ik verzoek aan jullie iedereen. We doen samen. Niet een party kopen, party ten gaan kopen. Is duur. Niet een klein bedrag. Verplaatsen, weghalen, moet je een pick-up hebben. Niet een pick-up gaan kopen. Kom, laten we gezamenlijk iets gaan doen waarin een ieder aan zijn trek of aan zijn voordeel kan komen. Dus die optie wat jullie tegenkomen mee, is goed. Maar wij vinden van, misschien is er ook, wij doen het werk. Wij doen het werk, wij hebben ervaring in het werk. Als ik voor ben geweest, komen andere collega's van mij met de andere zeggen, misschien lukt het ons ook in dat verband ook toch.
Dat is alles wat wij willen. Zijn er nog anderen? Ja, komen jullie? Ja. U hebt ook zo'n schrijver gehad? Ja, dus, ik verkoop samen met mijn moeder. En ben tevens ook bootman. Ik leef voor die karawa, voor al die standen. Mijn mening is, ze hebben gezegd dat ons afbreken en zo. Ik ga één mensen, maar het punt is, laten ze een manier geven om iets te bouwen, netjes te bouwen. Als wij moeten weggaan van hier, dan liever ook van de ringweg, moeten ze ook weg. Aan de Hermitage Mall tegenover bij de berm, mensen die op de berm zijn, moeten ook weg. Toch? Je kan mijn mensenbrood niet weghalen van iemand anders. Het punt is, als je ons de gelegenheid geeft om netjes te bouwen, alles zit een 3x3, zullen we klaar netjes, met een tekening van OE. Dat zijn we eens. Maar het verplaatsen van elke dag is heel moeilijk. En hiermee leven we en hiermee leeft mijn zusje ook in Nederland. Ze studeert in Nederland. En daarvoor poweren ze ook met studeren en alles. Ik heb niet veel te zeggen, maar het punt is, er moet wat gebeuren. Uw collega, die meneer daar, hij gaf net aan waarmee hij moeite heeft, is het feit dat hij niet met jullie gesproken is. Jullie hebben gewoon van de ene op de andere dag plotseling zo'n papiertje gehad. Dus er is niet met jullie vooraf gecommuniceerd. Het is niet dat het gesproken is. Wij hebben een papiertje gekregen. Ze zijn naar OE geweest en ze hebben melden gekregen binnen 3 dagen, 4 dagen of zo. Ze moeten weghalen. Toch? En als je niet verskind naar hun zeggen, dan gaat het anders gebeuren. Dus mijn mening is, wij willen hier blijven, wij willen verkopen, maar het is een overheidsberm. Als anderen de gelegenheid krijgen, als Rienviel waar in het berm was, dus waar Shell is, waar ze eten verkopen, wij hebben ook gelegenheid dat we iets netjes kunnen bouwen. Investeren is geen probleem. We kunnen van steen en alles niet maken, als wij de gelegenheid krijgen. Dus daarvoor hebben we u geroepen. Goedemorgen. Ja, ik heb het hiermee dat we verkopen al 13 jaar hier. En wat doet alles met krabben? Alles wat behoort bij ons is krabbenzaak. Dus we verdienen alles bij krabben. En mijn dochter studeert in Nederland. En dat zij het vorige jaar daar is, toen was de koers 9. Nu is het bijna 17, 18. En alles wordt het betaald. En ik heb met bewijs op alles op papier dat ik betaal voor een studio €864 per maand. En voor school moet ik december €11.000 moet ze hebben op de bankrekening. Ik zeg niet dat het makkelijk is voor mij, het is niet makkelijk. Wij doen het alles met krabben en ik en mijn zoon. Wat doet dat alles? En het is zwaar. Ze wil studeren. En daarmee zijn we eens. Ze wil nog niet trouwen. Ze wil studeren in Nederland. En ze komt weer terug in Suriname. Ze wil iets betekenen voor Suriname. En wij, broer en zus, we iedereen verkopen hier krabben. En onze kinderen, ze studeren. Eén is bij FAR, één is bij ADEC. 4 in Nederland, de rest op Milo. Dus allemaal studeren. Wij, familie hier, Ratten Singh en Jalim Singh, onze kinderen studeren. Ze willen niet trouwen nog. Ze gaan later studeren, maar ze willen iets wel worden in maatschappij. En we verzoeken. We hebben heel veel. We zijn al jaren hier. Hè. Mijn leeftijd is al 56. Wie gaat mijn werk geven? En zij is al 26, zij studeert nog. En ik denk niet dat ik bij een winkel ga werken en voor een 35 dat ik had dat geld kunnen permitteren. Dus niet makkelijk voor mij, heel zwaar. Heel zwaar. En momenteel is ze wel in Suriname. Ze is ook hier. En ze wil ook even aangeven dat hoe het makkelijk, hoe het moeilijk is. Waar zij komt. Goeiedag. Ik heb hier bewijs. Ik kan hier bewijzen dat ik hier €864 per maand betaal. Alleen voor een studio, toch? Dan heb je nog eten, drinken kosten. Je hebt voor je studie, je hebt voor je boeken geld. Je hebt, voor alles heb je geld nodig. En omdat mijn moeder en mijn broer hier op Highway gingen verkopen, daarom waren ze zeker dat ze dit konden permitteren. Dus als ze dat konden doen,
toch? Dus daar ben ik naar Nederland gegaan om te studeren. Maar ik wil niet daar blijven. Ik wil terugkomen en dan hier voor Suriname iets betekenen. Toch? Hier ben ik geboren, dus ik wil voor het land iets doen. Ik studeer daar maar om terug te komen. Het land steunt me niet. Ik geef andere studenten die het niet hebben de kans om dan met studiefinanciering die de staat wel kan doen, dat zij naar het buitenland kunnen gaan. Toch? Maar als mijn ouders het wel kunnen, dus dan heb ik de mogelijkheid genomen, dus de kans genomen om dan met ons eigen geld om daar te gaan studeren en dan terug te komen naar Suriname. Weet je? Ik heb ook... Wat is uw vrees nu? Wat vreest u nu? Als ze hier geen krabben kunnen verkopen, dan kunnen ze geen studie meer permitteren. Dan moet ik terug naar Suriname. En dan heb ik zomaar een jaartje verloren daar. Ik heb nog 3 jaren te gaan. Ik heb mijn eerste jaar gehaald. En ik wil 3 jaren ook verder gaan. Ik doe business IT en management. Ik heb nog 2 nichten en een neef daar in Nederland. Wij 4 studeren ook daar. Ik heb mijn oom die 3 kinderen daar heeft. Dus als hij ook niets gaat hebben hier, hoe gaat hij zijn 3 kinderen verzorgen? Hij wordt ook krabbel. Ja. Hij meester, de BO, die is helemaal niet op de hoogte van. Wij gaan naar de BO-kantoor, bestuursoprichter. Hun zijn helemaal niet op de hoogte. Die persoon die ons kunnen vertrekken, is helemaal niet op de hoogte. Het is alleen een schrijver, vrijdag, 3 dagen verwijderen. Aan de kant op. Ik was er eens. Verzoeken wij met de minister. Ik ben Seta San Morobung, president Santoki, Brunswijk, vice-president. Ik ben Seta San Morobung. Ja, goedemorgen. Ik ben Carla. Ik verkoop al 13 jaar krabben hier. Ineens heb ik papieren gehad dat ik wel moet het stand breken. Maar het is ook moeilijk voor ons om elke dag op te zetten. En ineens hebben we papier gehad dat we OW moeten melden. Ik ben geweest en daar hebben ze op papier geschreven. Binnen 3 werkdagen moeten we die tent breken. Maar het is ook zwaar voor ons. We hebben een keer al gedaan. Partytent is moeilijk om te zetten. Als het dagdruk langs gaat, gaat die partytent gewoon naar achteren. Het is wel moeilijk voor ons om te verkopen. Als OW, DC ons kans geeft om iets te bouwen, dat is het ook voor, makkelijk voor ons. We hebben kinderen om te verzorgen en mijn broertje is ook ziek. Hoe gaat hij dan doen? Kijk, hij is verlamd. Ratan Singh Rajesh Kumar. Hoe gaat hij dat ding doen? Ratan Singh Rajesh Kumar, komt u. Hoe gaat hij die stand afzetten? Kom. Kijk, hoe gaat hij verkopen? Kijk. Hij kan niet eens lopen. Wie gaat voor hem een party stand opzetten? Het is moeilijk voor hem. En wat geeft burgerstand? 350 SRD maar. Wat gaat hij met die 350 SRD doen? Hij verkoopt krabben, daarmee leeft hij. Maar het is echt moeilijk voor hem, voor ons iedereen. Daarom hebben we een verzoek gedaan bij u zelf om een film te laten maken. En misschien hebben we een oplossing via u. Dan is dat ook makkelijk. Wat is de reden dat jullie moeten afbreken? Dat begrijp ik nog steeds niet. OW gaan ze aan de weg werken? Nee, dat is de reden. OW zegt, het is OW Berm. Hun hebben de leiding. Deze heeft de toestemming niet gegeven om te bouwen. Eigenlijk deze moet een toestemming vragen met OW dat die mensen moeten bouwen of niet. Ze moeten gewoon met een partytent verkopen. En daarmee jullie mogen wel verkopen, maar dit moet weg. Dit moet weg. Het moet onder een partytent of een parasol. Ja, Eva, 3 weken geleden hebben we een strookje gevonden van hun. Een week terug zijn ze hier gekomen om te meten hoeveel moeten we per maand betalen. Van mij is het 2,50 en van deze week is het dit. Wij begrijpen het helemaal niet. Waarmee zijn ze bezig? Je geeft me eerst een strookje, dan je komt 1 week na, kom je meten, dan kom je voor deze week om te breken. Dat, wij zijn niet in, hier op highway. Hè? Wij hebben het nodig, wij iedereen. Onze kinderen hebben nodig. Wij hebben het nodig. Ik woon alleen, zelf. Dus wij hebben het bij de kinderen. Dus waar is dat? Kom nou. Zij doet dat FIR. Hoe gaat die vader doen? Hè? Die vader heeft geen andere baan. Je kan praten. Ja.
Goedemorgen. Ik ben dochter van degene die daar verkoopt. Hij verkoopt al jaren. Ratansi Manoj Kumar. Ja, ik ben dochter van Ratansi Manoj Kumar. Hij heeft al jaren verkocht. En net is hij betaald. Ik ben zojuist van school gekomen. Ik ben student van FAR School of Business. En ik heb zojuist inschrijfgeld van volgend schooljaar betaald. Ik heb namelijk 1895 euro in totaal betaald, zo net. En het is best wel moeilijk voor mijn ouders om op die 1895 euro te komen. Ik snap best wel dat het ook zwaar is voor mijn ouders om elke avond op te ruimen en alles naar huis te brengen. Ik vind het best wel makkelijker om het zo te laten, omdat ze dan ook zo gewend zijn. En als ze allemaal moeten opruimen, dan vind ik het wel erg dat ze niet aan hun inkomen kunnen komen, snapt u? En ik denk dat ze wel een andere oplossing kunnen bieden dan op te ruimen en dat soort dingen, snapt u? We hebben toestemmen, we hebben niet zomaar gebouwd. Ik heb verlegd met toestemmen van DC. Mevrouw Para heeft me toestemming gegeven, je mag het verlengen. Kijk, zoveel kosten heb ik vorige week gedaan en nu hoor ik dat ik moet breken. Wie gaat mijn kosten betalen? Van waar ga ik die kosten krijgen? Wie gaat me teruggeven? Ik heb 2,5 bijna 3000 SRD hier gespend, maar wie gaat me dat geven? Eigenlijk moest dit ding eerder. DC aan ons toegeven dat ja, jullie mogen niet bouwen. Anders zou ik niet doen. Klopt, want jullie hebben de mogelijkheid. Maar is het de DC van deze regering of de vorige regering? Deze regering. Okay. Dus wij zijn de vorige regering, maar onze verlenging is door deze regering. Want we hebben niet zomaar iets gedaan. Hier is niet. Dus even, pardon, dat jullie mochten verlengen? Ja, dat is van haar. Dus ja. Ik mocht verlengen. Hoe lang terug heeft u de toestemming gehad dat u mag verlengen? Een week terug heb ik toestemming gehad van mevrouw Parag en nog een DC. Hoe heet die DC weer? Hoe heet die dame? Die was hier geweest. Naam is niet meer. Dus is goed, die naam ga ik nu niet roepen. Zij heeft me toestemming gegeven, ja, je mag verlengen. Maar na een week heb ik gehad, ja, ik moet opruimen. Dus het commissariaat zegt dan jullie mogen verlengen? Ja. En het ministerie zegt afbreken? Ja. Maar OE zegt, dit is gaande sinds het jaar 2018. Ze waren bezig met dat ding, maar nu zijn ze ernstig bezig. Ja, iedereen moet opruimen. Hij heeft wel duidelijk gezegd, ja, we waren wel bezig sinds het jaar 2018. Maar nu zijn ze ernstig bezig. Iedereen moet opruimen, iedereen moet met partytent verkopen of met parasol. Dat is schande van 2018. Hè? Dit is schande van 2018 tot nu toe. Maar dat was vorige regering. We hebben gestemd voor VAP. Voor iedereen. Al die stoet van de VAP. We hebben meegemaakt. Wij iedereen, we hebben dat meegemaakt. Hè? En nu is het de stem dat de VAP aan de macht is. Dan moeten we. Ik zeg niet wie de macht moet zijn. Dat bepalen wij niet. Maar wij hebben het nodig. Mijn leeftijd is bijna 60 nu. Hè? En zij is pas 26. Hoe gaan we dat doen? Ja, elke ochtend moet ik een partytent van thuis brengen. En hier weer zetten dat we vanavond elke avond weer weghalen. Is toch niet. Is erg met deze mensen. Is toch erg met deze mensen. Mijn broertje is zo ziek. Wat is hij? Gaat hij dat kunnen doen? Het kan niet. Dit is onze brood. Ja, van vorige. Het is niet dat we willen. We hadden een verzoek bij u gedaan. Ja, meneer Gunnis had interview genomen. Ja, het was gelukt bij ons. Maar daarom hebben we u uitgenodigd om te komen filmen. Wat we moeten doen, misschien krijg ik wij iedereen krijgen een oplossing bij jou. Dus we verwachten. En jullie mogen zelf bepalen hoe groot de partytent mag zijn? Ja, we moeten zelf bepalen hoe groot. Van een bepaalde formaat moet zijn. Dat is 57, 1300, 1800. En dat is voor een week. Dus elke week is het 1800 tot 1500. Dat moeten we apart zetten. Waarvoor zijn we hier gekomen?
Dan liever blijven we thuis. In een dagje koop je één zakje krabben. Welke winst krijg je? Misschien een 50 of 70 SRD. En uitgave is bijna 1300 SRD. Partytent is duur geworden. Parasol is ook dezelfde. Niets is goedkoop. Hoe moeten we leven nu? Het is echt zwaar voor ons. We moeten eigenlijk samen een oplossing. Iedereen moet een oplossing. Geef wat de overheid wil. Een mooie gebouw geeft ons een tekening. Je wil het zo hebben, we gaan het ons moeite doen. Ja, we gaan het wel doen. Je wil dit niet, oké, is geen probleem. We zijn hier. We zijn ook niet ver van ons huis. We gaan het hier verkopen, we gaan het ons brood verdienen vlak hier. Zeg maar wat je bent, maar partytent, dat is doen of doen. Laat het gewoon liever zo. Het is geen nut. Wij hebben het nodig. Kijk, hij is mijn broertje, hij is zo ziek. Hij kan niet thuis blijven, want hij heeft ook gezin. Kijk, hij begint te huilen. Kijk naar. Ja. Hij heeft ook gezin. Ja. Hij heeft ook kleine kinderen, jongen van de 8 jaar, 7 jaar. Hij moet het toch zorgen, wie gaat dat doen? Hij is, hoeveel ging je krijgen? 1000, hè? Ja. Nu krijg je 350. Oké, wat hij krijgt, is meegenomen. Kijk, ik klaag daarvoor niet. Het is goed lopen. Vanaf de toeliefde wordt er dagelijks gebouwd. Vandaag nog ben ik daar langs. Wij moeten breken, daar wordt er gebouwd. Hoe kan dat? Als jullie willen dat we hier moeten breken, geef niet. Hoe staat het met het Magenta kanaal? We hebben ook aan de ringweg. Alle kanten heb je tot Livo tot Houten hebben ze tenten. Niemand heeft daar opdracht gekregen om te breken. Maar wij alleen hier. Vanaf dat... Abrazier, Matasha, Molde, Babeno. Als de man wilde om mee zo was, hoe waarom iedereen zijn bezig met een stand? Omdat in Suriname alles is duur. Iedereen zoekt een broodje op een, deze manier of een andere manier. Die andere is bezig met vruchten. Die andere is bezig met vis. Die andere is bezig met krabben. Mensen die geen werken voor krabben. Ja, die hebben stand. Wij verkopen op eerlijke manier. We stelen niet. We stelen niet. Wij verkopen op eerlijke manier. En ik heb ook een papier zonder toestemming niet. Sinds 2000. Het is al 13 jaar dat ik hier verkoop. Ik steel niet. Mijn zoon steelt niet. Niemand steelt. We verkopen op eerlijke manier. Als je naar een supermarkt gaat, wat je hier verdient, 50 SRD, dat is niet genoeg. En nu moeten we dit doen. Wij iedereen lief in Suriname weten, we moeten die prijzen. We moeten elkaar begrijpen. Dat is alles. Alles is duur. Plotseling, het is niet plotseling, het is jaren gaande. Dat alles duur is. Maar niemand blijft hongerig. Iedereen doet zijn best. Maar daardoor wordt zomaar stentjes gebouwd. Want wij willen leven, die anderen zitten hier. Ik ben met een stand-up, ik kan zeer van zo. Ik kan met een brede gimmipting. Zo wordt het dagelijks gebouwd. Omdat alles is achteruit gegaan in Suriname. Ons land is een goede land. Doe van Sudan de minister, Noor Mohammed. Ja, Noor Mohammed, ik begrijp het. Hij heeft van dingen overheid, maar hij moet het begrijpen. Misschien bij hen is het makkelijk, omdat ze verdienen goed. Maar wij arme mensen, wij hebben het nodig. Ik zeg je, meneer Ganes, wij hebben het heel hard nodig. Ik weet niet, ik praat niet voor mezelf, ik praat voor ieder. Voor ieder in Suriname, niet alleen op highway. We praten voor ieder in Suriname. Kijk, zoveel mensen verkopen op highway. Alle plaatsen, we praten voor iedereen. 2 weken terug aan mijn kies toestemmen. 2 weken terug mijn kies toestemmen voor mijn attentief. Mijn kennen ook dat mijn jaren dat mijn broken. Mijn kosten tappen bijna 60.000 SRI. Soms op mijn money dat mijn broken. Nou, soms mijn kennen, give me back of soms give me money. En te mi meken dadelijk moet jere mi meken baka. Dan mi pay rokoman baka meken. Sumo pay mi amoni, sumo gima moni pay de rokoman.